De hoogtijdagen van goede tijden, slechte tijden liggen al ver achter ons. Zelfs inclusief uitgesteld kijken is de soap gewoon niet meer wat het ooit was. Het is evident dat er via RTL Boulevard wordt geprobeerd om het beeld te schetsen dat heel Nederland weer naar het wel en wee in Meerdijk kijkt, maar dat is gewoon niet zo. Het is een aflopende zaak. Mediakenner Victor Vlam wijst erop dat GTST gewoon aan relevantie verloren heeft. Waar een programma als BB vol liefde tegenwoordig volop besproken wordt bij de koffieautomaat, is men voor amateurtoneel tussen het bordkarton gewoon niet meer zo te porren. GTST heeft niet alleen aan kijkers ingeboet, maar ook aan culturele relevantie. Hoewel RTL 4 op hetzelfde tijdstip aantoonbaar beter scoort met de zomerquiz van Ruben Nicolai, houdt men voorlopig nog vast aan GTST. Maar vroeg of laat is dat natuurlijk voorbij. Drama kijkt men steeds minder lineair en dat zal de serie uiteindelijk Parten gaan spelen. En dan is de grote vraag: is het rendabel om GTST alleen voor Videoland te maken? Acteur Everon Jackson Hoy vindt al die onheilspellende berichten over GTST echter helemaal niet leuk, laat hij weten in een vraaggesprek met de party. Er gaan zoveel verhalen rond over GTS-T van, misschien gaat het wel stoppen en dit-dat en de kickcijfers zijn minder, maar ik heb in al die jaren niet echt gemerkt dat het minder gaat. Op straat vinden de mensen het wel leuk, al dus Everon. Ik bedoel, ik word er nog steeds op aangesproken dat ik in GTS-T zit. Elke dag, tenzij ik binnen blijf. Het is geen grap, ik snap die negatieve berichten dus niet en raak er soms een beetje van in de war. Want ik krijg juist heel goede feedback van de mensen, de kijkers, die ik tegenkom. Die mensen zijn heel trouw aan GTST, al dus Everon. Natuurlijk is niet elke aflevering zo fantastisch als de laatste zomerklif. Er zitten mindere afleveringen tussen, maar er zijn ook hele goede afleveringen. Als je elke dag moet leveren, is dat gewoon zo. Bij GTST gaan we jaar na jaar door. Het is Champions League. Hij besluit: mensen die kritiek op de soap leveren, hebben geen idee wat we doen en zouden het zelf niet eens kunnen. Ik heb daarom zoiets van: toon een beetje respect, want iedereen die aan GTS werkt, doet dat met heel veel liefde.